Goeiedag, van de Mark hier. Nou, deze video gaat als reactie op wat Paula gisteren in haar Instagram live zei. Mevrouw Paula had gisteren een Instagram live waarbij ze haar uitlegde dat zij nu een droogtrainer was. En dat zij 2000 calorieën per dag had en op dit moment afvalt in gewicht. Nou, zij is ongeveer 63, 64 kilo. Waarop ik heel veel reacties kreeg van en zij ook van andere dames van hoe is dat mogelijk dat je zoveel calorieën kan eten en toch kan afvallen? Nou, dat ga ik in deze video uitleggen hoe dat nou precies zit. Als eerst om goed te begrijpen is, je kunt jezelf nooit met iemand anders vergelijken. Dus als je een foto van iemand ziet en je denkt, ik wil er zo uitzien, ga je niet redden, gaat nooit lukken. Iedereen heeft andere genen. Dat is al één ding wat anders is. Dan is zijn elke leefstijlsituatie is ook anders. Hoe slaap je, hoeveel stress heb je, al die dingen. Daar kan ik niet op ingaan, want dat is verschillend per persoon. Dat is heel erg individualistisch. Maar er zijn wel een aantal basisfeiten waarbij je al het verschil kan zien. Nou, je stofwisseling bestaat uit verschillende onderdelen. Eerst heb je je basaal metabolisme. Dat is eigenlijk het aantal calorieën dat je verbrandt als je de hele dag op bed ligt. Dus je zou bijvoorbeeld niet gaan sporten, niet bewegen, gewoon lekker de hele dag op bed blijven liggen, is dat het aantal calorieën dat je verbrandt. Dat kan je uitrekenen met verschillende formules. Harris en Benedict is een van de meest bekende. Je hebt op internet heb je gewoon zo'n calculator. Kan je lengte en gewicht intypen en je leeftijd. Ben je man of vrouw en geeft die een aantal calorieën aan. Dat is waarmee je begint. Nou, dat is stap 1. De volgende stap is je activiteitenfactor. Van hoe actief ben jij? Heb je dan een kantoorbaan, verbrand je natuurlijk compleet op anders dan een stratenmaker die nu met 30 graden buiten keihard met de tegels aan het timmeren is. Daar zit natuurlijk een gigantisch verschil in verbruik tussen, dus dat maakt ook nog uit. Hoe vaak ga je naar de sportschool toe? Train je 2 keer in de week of sta je elke dag in de gym een uur te rammen? Dat maakt ook heel veel verschil van wat je verbruik kan maken. Maar het is zo, dus stel, ik neem even een voorbeeld, dit is 1500 calorieën. Nou, als die 1500 keer 1,2 doe, moet ik snel rekenen. 300 is 1800 calorieën, keer 2,2, 3300 en 3300 calorieën. Dus stel, als je BMR 1500 is, kan je al tussen de 1800 en 3000 calorieën zitten qua verbruik van het aantal calorieën dat ik kan nemen. Dit is een gigantisch gat, maar dat is puur afhankelijk van hoe actief je bent. Dan heb je nog niet, en dat is non-exercise activity thermogenesis. Dat zijn alle kleine handbewegingen die je maakt gewoon en dat. Dat kan gigantisch verschillen. Dit kan tot ongeveer 2000 calorieën per persoon positief of negatief zijn. En dit is waarom sommige mensen heel makkelijk veel vetmassa aankomen en andere mensen kunnen eten wat ze willen en niet kunnen groeien. Dat zit hier voornamelijk in dit aantal. Want als je dat hierbij doet, dat zou betekenen dat sommige mensen, in een heel extreem geval, tot 5300 calorieën kunnen eten. En nog steeds in shape blijven. Daar zit dat in. En dat is dit aantal. Het enige wat je daaraan kan doen, is bewust zorgen dat je actief blijft. Dus wat je bijvoorbeeld kan doen, is een stappendoel per dag. Ga buiten elke dag 10.000 stappen lopen buiten je cardio en krachttraining om. Als je dat vast blijft houden, blijft dit aantal een stuk hoger in ieder geval al. Want je maakt er een gewoonte van om actiever te zijn. In plaats van zittend werken, ga staand werken. Verbrand je ook meer calorieën. Dat soort kleine shifts kun je maken als je denkt van oké, ik kan echt niks eten en daarom val ik niet af. Terwijl als je dus kleine aanpassingen maakt aan je gewoontepatroon, kan je ervoor zorgen dat je lichaamsverbruik omhoog gaat, waardoor je meer kunt eten. Dat is als het ware de truc die je wilt toepassen. Dus het calorieaantal dat iemand eet, is heel erg afhankelijk van hoe de lifestyle van de persoon is ingericht. En bijvoorbeeld hoeveel stress heb je? Als je heel veel stress hebt, stel, je hebt volgende week een belangrijke deadline van je werk of je hebt een examen van je toets. En je zit zo hoog met je stress, is de kans dat je afvalt niet heel. Ga je op vakantie, heb je 2 weken nog vrij daarvoor, dan gaat het best wel makkelijk in één keer. Want je hebt alle tijd, je lichaam is rustig, ben je lekker actief, gaat het een heel stuk makkelijker. Hetzelfde met slaap. Slaap jij een uur minder per dag, kan ervoor zorgen dat je tot 20% minder vet verbrandt. Als je gewoon dan normaal zou slapen, dus van je optimaal herstel. Al die dingen hebben invloed. Dus ga jouw calorieaantal niet vergelijken met iemand anders, want iemand anders heeft een compleet andere lifestyle. Voor Paula is dat aangepast op haar, dus dat aantal heb ik aangepast op haar lifestyle, omdat ik dat precies kon uitrekenen wat het was. Dat is waar coaching naartoe gaat. Je kunt niet met een calculator in één keer een goed voedingsschema maken. Voedingsschema's in dat opzicht kunnen niet perfect zijn. Een voedingsschema gaat pas goed zijn als je een coach hebt die je gaat narekenen van oké, hij start met iets, maar elke coach die begint gewoon op een bepaald punt. We beginnen hier, even makkelijk gezegd. Uiteindelijk, pas in week, laten we zeggen, dit is week 1, pas in week 6 zitten ze hier. Maar de ene coach begint hier, de andere begint daar, de andere begint daar. Maar als het goed is, komen ze na 6 weken allemaal op hetzelfde plan een beetje uit.
Want dan weten ze wat er aan de hand is en hoe jouw lichaam reageert op al deze factoren. Maar in week 1, een los schema, gaat je nooit resultaat geven. Met training niet, met voeding niet. Want het is gewoon puur een gok op basis van ervaring van wat iemand nodig heeft. Pas na controleren wat echt nodig is, dan kan je echt resultaat gaan boeken. En dan zal je merken van dat het wel gaat werken. Daarom is het ook verstandig. Als je begeleiding neemt, volg lang begeleiding met de persoon. Zorg tot hij zijn werk, tot hij de tijd krijgt om jou te leren kennen. En dan ga je succes hebben. Nou, dat was de video van vandaag. Ik hoop dat je er wel aan gaat. Mocht je hier nog vragen over hebben van oké, mij lukt dit op een manier in bepaalde situaties. Stel gewoon een vraag hieronder, ik zal rustig beantwoorden. En anders spreek je snel weer. Tot dan.